Hey allemaal, daar ben ik weer. Dit was 2019, het einde doet zeer. Eyo, 2019 is klaar. We begonnen naar mijn mening allemaal zwaar. 100 abonnees gehaald en dan een keer 2 jaar. De allereerste vlog was weer in de IKEA. Ik zeg het nu eerlijk en zonder censuur. 2019 was light, 2018 een muur. Arme Frodo hier, dik in de flow. 72 uur in New York, ja dat doe je zo. Zelfs Boxerman was voor mij weggelegd. Maar heb ik ooit echt een wedstrijd gezegd? Zo'n meldbaar man, dat haal ik maar zelf. Serieus, Team Pot vond zijn helden. Eind februari, ik werd minder braver. Ik ging staken voor het klimaat, dat moest van Jesse klaven. Dagelijks vloggen, ja dat duurde wel eventjes. Ik had het ook echt niet gered, zonder luxe leventje. Rampen en rellen, daar moet ik me over ontfermen. Beste mensen, zo was Ajax Tottenham achter de schermen. No einde vlog, dat gaan we niet faken. Voetbalwedstrijd gehad en dan beide benen breken. Halverwege het jaar, dat kwam al gauw. Een nieuwe serie, mannen lezen de vrouw. Harme Frodo is niet van het faken. Een ziekenhuis werd gesloopt, dus we moesten inbreken. Toen kwam de tijd, halverwege juli ongeveer. Ik maakte de eindfinale, de allerlaatste. In 2019 gingen 5 mensen mee, op weg naar Zuid-Frankrijk en naar Terzee. Met alle maten hebben we wat gemist, daarom heb ik ook nog Team Potgrond gedist. Ik heb nog een goede grap, las het in de krant. Niet te hard lachen, de adelaar is geland. Ik weet ook nog wel hoe Pro December begon. Had dat iets te maken met Game in Erdong? Het is echt gebeurd, ontken het niet, ja? Rudimentair, haalde 400k. Ik ben niet de beste, ik ben wel een doorzetter. Er bestaat geen betere YouTuber dan Ruben Jetter. Noah Sam ging de serie een weekend in Pisa oké. En toen nog de vlog van Harme Frodo in Loffe Waddenzee. Uitspraken van mij zorgden wederom voor oproer. In 2019 ging ik op Storming Scotland Tour. Had granaten in Edinburgh, dat was nog het begin. De Ben Evans beklommen en ook een vriendin. Over helden gesproken, Luca, die was echt de beste. We gingen met z'n tweeën zwemmen in Loch Nessia. Scotland Vlogs, die waren een hit. Dames en heren, Storming Scotland, dat was echt lit. Het jaar was prachtig, het jaar ging vlug. Gelukkig was aan het einde zelfs Noah Sandring terug. Aan alle fans, dit jaar was erg fijn en nu moet ik jullie teleurstellen, dit was wel het einde.